Aan de Charlotte de Bourbonlaan in Vlaardingen is maandagnacht brand uitgebroken in een leegstaande eengezinswoning. Toen de eerste brandweervoertuigen aankwamen, sloegen de vlammen al uit het huis. De eerste etage en de zolderverdieping zijn compleet verwoest door de hevige vlammenzee. Ook was er veel waterschade. De brandweer schaalde het incident op naar grote brand om vier naastgelegen woningen te besparen. Deze bewoners moesten tijdelijk hun huis verlaten. Hoe het vuur in de leegstaande woning is ontstaan, dat is nog niet bekend. Dat zal worden onderzocht. Niemand raakte gewond.